Niall Treacy, de man die tweede werd op het EK op deze 1000 meter. Ook een man die niet moet onderschatten. Absoluut niet. De ronde wordt nu op 3. En dan 3 ronden. 1 ronde inmiddels. Van mij, Stijn de Smet te komen. Stijn de Boer, dat is een unofficial winner. Second spot. Dus die Belgen, die moeten die Nederlanders meetrainen. Dan wonnen ze alles. Dan moeten ze die natuurlijk. Dit is een broer en zus de Smet. Ja. Oei. Justin en Rotterdam, maar hoor, ga er maar goed voor zitten. Want de drie musketeers van deze heat en helemaal twee plekken. Stijn de Smet, Bart de Meijer. Zilveren medaille winnen. Deze 1000 meter gaat doen. Natuurlijk gaat de 1000 meter wereldrecord houden hier. 1.25, ontzettend snel. Maar die wacht ze rustig aan op het juiste moment. Niet te veel energie spelen en daar komt ze langs op voren. Ja, 400 te gaan. Wat is het moment om weer door te gaan en het tempo hier op te gaan voeren? En te zorgen dat ze. De Canadezen ook lopen en ver achter houden. Het was blijkbaar helemaal te gaan, maar weet ze goed te corrigeren hier. En, nu gaat ze afstand pakken. Ja. Nu gaat ze doen, ze gaat richting de laatste twee rondes. Ja, die blijven nummer 12 van de wereld doet de 1000 meter, maar Suzanne Schulting trekt nu heel hard door. En het kan nog harder als jullie ook harder gaan op de dag. En dan stelt ze die plek veilig naar de kwartfinale hier, Suzanne! Ja, bij de kans van Aslan hebben we genoeg van de wereldkampioen op de 500 meter van Keijshin. Zij trekken de goede koers en lijst. Is dat voor de tweede in zijn laatste kwartfinale. China, de Olympische kampioen van de Olympic Champions, China, silver medalist. Thank you.
1, Park Ji-won. 1-2-5, Han Tae-hong. 1-2-7, Lee Jong-min. And it's 1-28. We all know him here.